Stichting Wetenschappelijke Informatie, SWI, en Consulitic hebben gisteren het verkiezingen-dashboard gepresenteerd. Het dashboard geeft informatie over achtereenvolgende verkiezingen en analyseert de kiezerspopulatie van de komende verkiezingen. De verkiezingsdata is kosteloos toegankelijk en doorzoekbaar gemaakt voor het publiek. Terwijl SWI haar databestand en analyses over de verkiezingen vanaf 1949 tot en met 2015 beschikbaar heeft gesteld, heeft Consulitic dit aangevuld met data vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. De presentatie vond plaats in het Lalaroek-gebouw. SWI-voorzitter Jack Menke vertelt hoe het dashboard werkt. En u ziet het, dit is de publicatie. Het is gedaan in 26 landen in 2012. En het was een hele grote steekproef in al die landen tezamen van, weet je, meer dan 60.000 personen. En dat was de laatste grote activiteit, maar ook een, noem het, een regionale, internationale activiteit als het gaat om verkiezingen vanuit SWI. Ik moet zeggen van, dus SWI heeft dus een traditie van eigenlijk behalve culturele, economische vraagstukken, zich ook bezig te houden met politieke vraagstukken. En we zijn daarom ook blij dat we het partnerschap met Consulitic zijn aangegaan om in een heel nieuw jasje, toch helemaal gedigitaliseerd, dus ook het hele rijke bestand, historisch bestand dat SWI heeft over verkiezingen, dat we door de jaren heen hebben opgebouwd door eigenlijk ook loopwerk. En we zijn blij dat we dus met een heel modern bedrijf als Consulitic, dat veel analyses verricht op diverse gebieden, dus een partnerschap kunnen aangaan en onze data ook beschikbaar hebben gemaakt om eigenlijk dit fantastische dashboard als geschenk aan te bieden. Niet alleen aan de politici en de kiezers, maar ook aan de mediawerkers en de totale Surinaamse samenleving. Vertegenwoordiger van Consulitic Hans van Ballegooi gaat in op het belang van dataverzameling. Data, dan word je op een gegeven moment ook geconfronteerd met verkiezingen. En dan blijkt dat alle politieke partijen een bestand hebben gekregen waarin, even uit mijn hoofd, 338.333 kiezers zijn opgenomen. Met allerlei gegevens over die kiezers. En in ons overleg hebben we toen gezegd, goh, wat zou het toch interessant zijn om ook die data doorzoekbaar en aanklikbaar te maken en daarmee het Surinaamse volk, maar ook partijen, politieke partijen, belangengroeperingen, journalisten, om iedereen daarmee eigenlijk een tool in handen te geven om eens goed door die verkiezingsdata heen te gaan. Vertegenwoordiger van Consulitic Hans van Ballegooi gisteren bij de presentatie van het verkiezingen-dashboard in het Lalaroek-gebouw.